Fijn dat ik vandaag wat mag zeggen over Waterstraatse erfgoed. En ik wil het graag over institutioneel erfgoed hebben. Ten eerste omdat dat beter aansluit bij mijn leeropdracht. Dus dat is wat vertrouwder. En ten tweede denk ik dat voor een boel mensen het helemaal niet zo bekend is dat men vooral in het buitenland heel erg geïnteresseerd is in dat institutionele erfgoed wat Nederland heeft met de waterschappen, met de hele organisatie van het waterbeheer, met de financiering, met de wetgeving, noem maar op. Die is eigenlijk vrij bijzonder en ik merk elke keer, corona is gelukkig een beetje voorbij lijkt het, dus we krijgen weer bezoekers uit het buitenland, buitenlandse studenten. En elke keer valt me weer op dat men vooral geïnteresseerd is in ja, de water governance, zoals we dat dan noemen, de organisatie van het Nederlandse waterbeheer. Tuurlijk, men gaat ook graag naar de Oosterscheldekering, andere werken bekijken. Maar het gaat toch echt vooral om die water governance. Nou, daar wil ik wat over zeggen. Helemaal voluit ben ik hoogleraar publieke organisatie van het decentrale waterbeheer. Dat decentraal staat tussen haakjes, dus ik mag ook wel wat over het Rijksbeheer zeggen, als dat zo uitkomt, gelukkig. En als oud-medewerker van Rijkswaterstaat, waar ik ooit nog begonnen ben, ik weet niet eens meer wanneer geloof ik, maar het is heel lang geleden, vind ik dat ook wel aardig. Aan de Universiteit Utrecht, ja, ik heb beide functies maar vermeld, want tegenwoordig worden al die hoogleraar achterna gezeten door RTL 4 en 5 en 6. En wat heb je allemaal, wat heeft u niet allemaal voor vervelende bijbanen en zo overkwam dat mij ook maar, dus ik heb me heilig voorgenomen om ook steeds erbij te zeggen dat ik voor de rest ook nog werkzaam ben bij de Unie van Waterschappen, de koepel van de waterschappen in Den Haag. Ja, als je dan vraagt, erfgoedbeheer, is dat een rol van de waterschappen, zeg ik voluit ja. Is dat een rol van de Unie? Ook wel, maar ja, kom eens kijken bij ons op kantoor. De Unie is van het gesproken en het geschreven woord. Er ligt heel veel papier. Dat is nu dan ook wat weggedaan, maar veel meer is het niet. Dus als het gaat om waterstaatserfgoed, is dat denk ik vooral ook iets van de waterschappen zelf. En nou, ik ben ook blij dat vanmiddag een paar mensen van waterschappen zelf aan het woord komen om daarover te vertellen. Nou, ik moet misschien, dat is wel aardig, want u kent dat wellicht niet. Dan kom ik ook weer bij Rijkswaterstaat. Daar begint het al. Prachtig schilderij van een Nederlandse polder met een dijkhaven tot zijn middel in het water. Hoe vaak kom je dat nog tegen? Een paar molens. Nou, echte polder. En als u het niet kent, het is van de Rotterdamse schilder Co Westrik. Bepaald geen onverdienstelijke schilder. En het was ooit een geschenk van de Unie van Waterschappen, het dagelijks bestuur aan Rijkswaterstaat, toen ze eind jaren 70, dacht ik, de flat aan de Koningskade betrokken. Dus toen we hadden toen een voorzitter als Unie, Lode Ruiter uit Noord-Holland, die hield erg van kunst en die dacht, nou, we moeten zoiets geven. Nou, het schilderij is overigens bijna verdwenen hoor, ook bij Rijkswaterstaat gaat het licht wel eens bijna uit, denk je soms. En ik was er een paar jaar geleden nog naar op zoek, kon het nergens vinden. Toen bleek het ergens op de derde verdieping in West-Raven te hangen bij een medewerker achter zich die het vreselijk lelijk vond. En ik heb er toen niet van gezegd en ik geloof dat nu weer op de directieafdeling, zoals dat vroeger ook aan de Koningskade het geval was. En daar hangt het weer, dus als u het eens wil bezichtigen of als u het daar niet vindt, moet u mij even bellen, want dan ga ik er weer achteraan. Maar een mooi schilderij. Er zijn er niet zoveel van de Nederlandse polder en dit is denk ik een heel mooi schilderij. Nou dan, ja, dit plaatje kent u. Het ziet er vandaag wat anders uit, maar dit kent u. En ik heb al gezegd en het ook uitgelegd, ik wil het eigenlijk over het institutioneel erfgoed hebben. Want dat moeten we ook koesteren. Dat moeten we ook bewaren. Je hoort mij niet zeggen, ik zal me er ook niet tegen verzetten, maar dat het waterschap op de UNESCO erfgoedlijst moet komen, maar we mogen daar wel wat meer aandacht aan besteden en dat ook blijven onderzoeken hoe dat allemaal heeft gefunctioneerd, hoe dat allemaal is gelopen. Dat is denk ik heel belangrijk. En nogmaals, in het buitenland is daar heel veel interesse voor.
Nou, dan leg ik het begrip institutioneel erfgoed even uit, zeg maar. Buitenlandse delegaties, governance. Nou, ik moet misschien de tekst van het Vlaams regeerakkoord, dat staat er nou zo. En ik denk dat u dat ook niet op uw nachtkastje heeft liggen. Ik trouwens ook niet, want dan zakt het erdoor. Er is ook 300 bladzijden, het Vlaams regeerakkoord. Daar staat in dat de Vlaamse regering het voornemen heeft om de polders en wateringen te gaan reorganiseren. En men gaat dat doen, zo staat het er letterlijk, volgens het Nederlandse model. Nou, dat is nogal wat. Denk je dan, als je dan vervolgens verder leest, zegt men dat men wil beginnen met de heffingbevoegdheid van de polders en wateringen af te schaffen. Denk je nou, hebben ze het dan nog niet begrepen? Dus ik heb me al een paar keer aangeboden van, zal ik jullie dat nog eens komen uitleggen? Maar dat vinden ze geloof ik allemaal wat lastig. Maar wie weet dat dat binnenkort toch een keer kan. Maar zo staat het Nederlandse waterschapsmodel. En vergis u niet, de Vlaamse polders en wateringen zijn onderhand ouder dan Nederlandse waterschappen. Met name aan die zeekant heb je polders en wateringen die echt ook van het begin van de 13e, 14e eeuw zijn. Dus ze hebben wel een hele geschiedenis. En volgens sommigen hebben ze hun toekomst vooral achter zich. Nou, daar moeten we misschien nog eens wat aan weten te doen. Nou, misschien ook nog even kaderrichtlijn water. Lees je deze dagen ook veel over in de krant. Komt daar niet een nieuw stikstofprobleem op ons af? Zou zomaar kunnen, ga ik het vandaag niet over hebben. Maar wat wel goed is, denk ik, dat u die eerste overweging kent. Want daar wordt ook over erfgoed gesproken. En Europa vindt dus het water op zichzelf een erfgoed dat beschermd, verdedigd en behandeld moet worden. Dus even een zijstap. Nou, dan het waterschap als erfgoed. Ik wil toch die handschoen maar eens oppakken en eens kijken, wat kan je daar nou mee? Dan kom je overigens ook bij dat waterschap natuurlijk op objecten uit, natuurlijk. Waterschap beheert sluizen, gemalen, zuiveringen, dijken, van alles. Maar het gaat mij dan vooral om de wat meer institutionele elementen. Nou, ik heb er wat opgeschreven daar. En dat begrip common moet ik misschien nog even uitleggen. Daar zit een heel verhaal aan vast. Dat komt van de theorie van de Common Pool Resource Management, ooit ontwikkeld door Eleanor Ostrom. Een Amerikaanse econoom die helaas overleden is, maar een aantal jaren geleden de Nobelprijs nog gekregen heeft. En ja, commons, common pools zijn eigenlijk collectieve goederen die van iedereen zijn. En daarmee tegelijkertijd weer van niemand. En dan loop je het risico dat bloot staat aan bedreigingen en niemand daar wat mee doet. En een van die commons was in de ogen van Eleanor Ostrom was het water. Staat ook bloot aan allerlei bedreigingen, weten we alles van in Nederland en elders in de wereld. En dan moet je dus zorgen in haar theorie voor een goede beheerorganisatie. Nou, dat kan zijn centralisatie op rijksniveau. Dat kan soms ook, gebeurt ook wel naar de markt overhevelen. Maar er is een derde weg, zoals zij heeft opgeschreven. En die derde weg bestaat uit het creëren van niet te grote regionale, plaatselijke organisaties die dat beheer van die commons op zich nemen. Nou, het Nederlandse waterschap was in haar ogen, is in haar ogen een heel mooi voorbeeld van zo'n common. Dus vandaar dat als je het over commons hebt, kom je ook wel uit bij het Nederlandse waterschap. Ja, dat is tegenwoordig misschien wat groter geworden, ook hier in Friesland, zeg maar. Dus de echte plaatselijke, lokale common is het niet meer. Maar je vindt in dat waterschap van nu toch wel elementen terug. Dus dat is heel aardig, denk ik, voor u om te weten, die theorie. Eleanor Ostrom. Ja, dit moet ik even zeggen. Want als je het over de geschiedenis van het waterschap hebt, dan kom je ook niet langs dit boek. En ik heb geen aandelen of zo, dus ik kan wat rustig zeggen. Het is prachtig. Vrij recent overzicht van de vroege waterschapsgeschiedenis, de democratische ontwikkeling van de waterschap van Milja van Tielhof. Ja, in coronatijd verschenen, dus ik kan me best voorstellen dat u dat gemist heeft misschien. Nou,
zijn inmiddels recensies verschenen, vrij lovend, een tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis, Water Governance. En het is een prachtig boek. En ook een prachtige titel, want consensus, poldermodel, waterschap, maar conflicten waren er zeker ook. En ik ga niet te veel verklappen, maar overdijken, waterschapslegertjes die 's nachts de rivieren overtrokken om aan de overkant de dijk door te steken, het is allemaal gebeurd. En Zuid-Hollandse waterschappen die wel erg lang deden over het regelen van het voorzitterschap en de tafelschikking en aan de inhoudelijke bespreking van het probleem niet toekwamen. Nou, dat soort dingen komt u allemaal in dit boek tegen. Prachtig boek. 1200 tot 1800. En ja, echt denk ik, ook voor de samenwerking, verplichte kosten. En ze prikte ook wel wat mythes door, hè, over het waterschap als oudste democratische lichaam. Nou, er werden ook heel wat groepen uit die besturen van die waterschappen geweerd. Denk aan de katholieken, doopsgezinden, vrouwen, allemaal verboden toegang. Hier zetelt het waterschapbestuur. Nou, die samenwerking heb ik ook al iets over gezegd. Dus heel mooi en heel goed boek. Nou, dan iets over de schaal. Als ik dat wel eens vertel tegen nieuwe waterschapbestuurders en ambtenaren, dan geloven ze ze soms niet. Maar het was echt zo. In 1950 waren er 2647 waterschappen in Nederland. En laat dat even op u inwerken. Toen waren er uit mijn hoofd 1100, 1200 gemeenten. Er waren dus op elke gemeente waren er 2 of 3 waterschappen. Moet je nu even kijken. Nu zijn er 344 gemeenten en 21 waterschappen. Dus dat is wel een compleet andere verhouding geworden. Die ook institutioneel natuurlijk, qua governance, gewoon consequenties heeft. Ik spreek nog steeds wel eens oude waterschapsbestuurders en die vonden het vroeger allemaal veel beter. En tegenwoordig is alles fout. En vroeger met al die waterschappen, dat werkte fantastisch. Nou, ik heb het staartje nog wel meegemaakt bij de Unie en ik sprak vanochtend nog een paar dames verderop. En ik zei, het was heel romantisch, maar van het werk moest je toch ook niet een al te grote voorstelling maken. Laten we zo eerlijk maar zijn. Ik heb nog wel meegemaakt dat er telefonisch vergunningen werden verleend. En nou ja, als de telefoon het al deed. Dus ik denk dat dat heel goed is geweest. En dat vroeger was het mantra, ja, voor zuiveringsbeheer heb je een groot gebied nodig. En voor kwantiteitsbeheer en dijken veel kleiner. Nou, de realiteit, de klimaatverandering, die heeft laten zien dat je ook voor het waterkwantiteitsbeheer echt tegenwoordig een behoorlijk draagvlak, een behoorlijk gebied nodig heb, al is het maar om bergingsgebieden te kunnen aanleggen en weet ik wat allemaal. Dus ik zeg tegen de buitenlanders altijd, fragmentation is killing in het waterbeheer. En dat is gewoon zo. Daarom gaat het in Vlaanderen dus ook helemaal mis. Want daar heb je in een groot deel van Vlaanderen niet eens die polders en wateringen. Je hebt er in heel Vlaanderen geloof ik nog 150, 200. Ja, die hebben 1 medewerker en die is voorzitter, koffiejuffrouw, hoofdtechnische dienst. Ja, dat gaat niet meer. Dat kan niet. Het grote verschil van Vlaanderen met Nederland is bijvoorbeeld, je moet eens kijken op een landkaart. Vlaanderen is 2 keer zo verhard als Nederland. Verhard oppervlak. Even de kaart zien, dat is 1 en al rood. Van de kust tot het Luik omhand, tot boven. Nou, dat betekent dat je uit waterbeheersoogpunt een groot probleem hebt. Dat water niet meer weg kan en maar steen vrij afstroomt. Nou, dat hebben ze vorig jaar ook gemerkt. Dus dan zul je ook je organisatie op orde moeten hebben. Nou, dat hebben ze nu niet. En ja, zie de problemen. En zelfs bij een goede organisatie kunnen er problemen zijn. Maar als die organisatie echt niet deugt, echt niet adequaat is, dan komt er niks van terecht. Nou, u kent dit. Ik vind het mooie altijd, want de VNG heeft in het verleden ook wel eens die pogingen gedaan. En daar hou ik ze dan nog wel eens voor, stiekem om een beetje te plagen. Maar daar is er niks van terechtgekomen. Maar bij de waterschappen is het zeker de afgelopen 30 jaar zo. Dus die fusies van waterschappen zijn allemaal door die waterschappen zelf in gang gezet. Mede dankzij dat Unierapport Water Centraal, zeg ik er maar onbescheiden bij, uit 1996. Maar ik zie de besprekingen voor het algemeen bestuur van de Unie nog voor me. Er zaten 85 waterschappen in de zaal. 85.
Niet eens zoveel, maar 13 all-in waterschappen toen. Dat was in 96. 96. Toen bespraken we dat rapport, want wij hadden dat zonder te behandelen in het algemeen bestuur en in commissie zo met de kerst naar de leden gestuurd. Nou, ik heb heel wat huilende secretarissen aan de lijn gekregen toen. En ik overdrijf niet, was echt zo. Van, wat flikken jullie ons nou met dat rapport? Nou, dat is toen wel besproken in het algemeen bestuur. Maar 13 all-in waterschappen. En dus veel meer kwantiteit beherende, kleinere polders, kleinere waterschappen. En het algemeen bestuur heeft daar vervolgens het nodige op afgedongen. Dat het allemaal wel ver ging, dat het ook anders kon. Maar uiteindelijk, ja, de pap was gestort. Dat rapport was verzonden. Iedereen wist het. En ja, de geest was uit de fles en die ging er niet meer in. En binnen 10 jaar waren alle voorstellen uit Watercentraal praktijk. Misschien moet je even uitleggen, all in water. Ja, met alle taken. Dus het kwaliteitsbeheer, het keringbeheer en kwantiteitsbeheer. Dus we hadden in 96 nog waterschappen. In één gebied soms 3 waterschappen. Eén voor het peil, één voor de dijken en één voor de zuivering en de waterkwaliteit. Nou, als je dan denkt dat die allemaal heel goed samenwerken, kon nog wel eens wat beter, om maar zo te zeggen. Dus vandaar dat rapport zei van overal all-in waterschappen. En dan was het toch meestal de schaal werd het van het grotere geheel, het grotere waterschap. Dus belangrijk, de schaal. En interprovinciaal. Ja, het eigen bestuur, dat is natuurlijk ook al heel lang. Daar zie je met name hele interessante beschouwingen in dat boek van Milja van Tielhof. Ja, u weet waarschijnlijk, heel actueel is dat, dat de Kamer net een wetsvoorstel heeft aangenomen om één van de 3 geborgde categorieën, zoals dat heet, de categorie bedrijven, te skippen uit het waterschapsbestuur. Dat moet nu naar de Eerste Kamer. Nou, ik ga er geen flessen wijn op zetten, ik weet niet zoveel. Maar mijn voorspelling is, en ik hoor het wel, maar dat er nu allerlei vertragingstechnieken zullen worden ingezet. Allemaal expertsessies en weet ik wat bij de Eerste Kamer. Omdat met name VVD, CDA, ja 21 het helemaal niks vinden. En ik moet nog zien dat dit wetsvoorstel in deze vorm het haalt. Dus alleen de categorie bedrijverschap. Persoonlijk zou ik zeggen, dan had ik het mooi gevonden dat het oorspronkelijke wetsvoorstel schrap ze dan alle 3. Dus ook het ongebouwd en de natuurterreinbeheerders en Volsta met ingezetenen. En ja, als boeren dan met een aparte lijst in het bestuur willen, kunnen ze zelf een lijst indienen. Maar dit vind ik een beetje vlees nog vis en miskend ook dat het bedrijfsleven ook een ja, intrinsiek belang heeft bij droge voeten, bij het waterbeheer. En dat het niet alleen om die zuivering gaat voor het bedrijf. Want dat wordt dan zo gezegd. Maar bedrijven willen ook graag een droge hal hebben om te kunnen produceren. Dus, nou, kijken hoe het loopt. Maar van ouds hebben die waterschappen een eigen bestuur. Democratisch gekozen. En dat werkt eigenlijk heel goed. Nou, u weet het, maart volgend jaar zijn er nieuwe waterschapsverkiezingen. En nou, u gaat ongetwijfeld allemaal stemmen, gecombineerd met die voor de provincie. En dat werkt goed. De laatste keer hadden we een opkomst van 51,4. Dat is bijna net zo hoog als van de laatste gemeenteraadsverkiezing. Dus dat, die combinatie van die verkiezingen heeft uiteindelijk heel goed gewerkt. Ja, het eigen belastinggebied, ja, dat is voor buitenlanders, ja. Ja, daar zijn ze helemaal jaloers op. Dat is echt, en vergis je niet, ook in grote delen van Europa is het één complete ja, zooi, zou je bijna zeggen. Is dat gewoon heel slecht geregeld. De kracht van de Nederlandse waterschappen, kijk eens naar de financiële problemen van de gemeente. De kracht van de Nederlandse waterschappen is dat ze hun eigen broek kunnen ophouden. Dit jaar halen we zo'n 3,2 miljard euro op aan belastingen. Nou, er komt nog 190, 200 miljoen subsidie voor de primaire waterkeringen bij van het Rijk. Maar daar kunnen we ons werk heel goed mee doen. En hier gaat het dus in het buitenland en waar je ook komt, bijna altijd mis. Er is geen deugdelijk financieel systeem. Die Vlaamse polders hadden wel wat geld met die heffingen. Nou, die hadden geloof ik nog 100 classificaties voor de hectares in hun gebied. Nou, dat hadden wij heel vroeger in Drenthe, geloof ik 10 trappen. Maar
ja, dat is ook niet meegegroeid. Dus je zult ook bij die belastingen zul je moeten innoveren, die institutionele kant. Maar de basis is op orde. Dat geld is geoormerkt. Mogen de waterschappen alleen aan het waterbeheer uitgeven. En dat werkt heel goed. En kijk even naar 1950. De belastingopbrengst in 1950, 20 miljoen euro. Kijk nu, en ja, zult u zeggen, oh, dan zijn die waterschappen wel heel inefficiënt geworden. Dat het nu 3,2 miljard is. Nou, het verhaal is iets anders, maar komt in de pauze wel. Ja, eigen regels, handhavingsinstrumenten. Als het nu om het waterschap gaat, ja, je vaardigt regels uit, de keur, pijlbesluiten. Ja, dat moet je ook kunnen handhaven. Nou, daar waren die waterschappen en de provincies die toch eigenlijk die waterschappen institutioneel regelden. Al vroeg van doordrongen, en het was zelfs zo, ik zie Hans Plukkel zitten, Hans weet dat nog wel. Al was hij er toen vast niet bij, Hans, maar ja, Rijnland had een galg op de dijk. Dit is het brandmerk van Rijnland, dan kwam je nog goed weg als je gebrandmerkt werd. Het waterschap was de eerste tattoo shop, zou je kunnen zeggen, maar... Tot 1841 zelfs de doodstraf. En ik heb het nagegaan, die is ook in een aantal keren voltrokken. Ook voor commune delicten. Als je houtstal van het waterschap, liep je het risico dat je ter dood werd veroordeeld. En dat is een paar keer gebeurd. Nou, ik heb nog een boek ooit gelezen, een paar jaar terug, in het kader van mijn dissertatie over die afschaffing van die rechtsmacht van de waterschap. Je denkt, nou, daar heeft de Kamer heel snel een dikke streep doorgezet. Nou, helemaal niet. De Tweede Kamer ging er maar nauwelijks mee akkoord en voelde er eigenlijk niks voor. Die waterschappen moesten vooral sterke, stevige handhavingsinstrumenten blijven houden. Nou, er kwamen allerlei nieuwe bevoegdheden voor het waterschap voor terug. En de Kamer ging echt maar net akkoord. Dus die handhavingsinstrumenten, dit vertel ik ook graag aan buitenlanders, omdat dat ja, eigenlijk de essentie is van... Hoe belangrijk het waterbeheer in Nederland is. Anders geef je toch een decentrale overheid niet de bevoegdheid om de doodstraf op te leggen. En nou, dan zie je ze even denken. En dan vragen ze vervolgens, hoe wordt de doodstraf voltrokken? Met geweer. En, ik ben ooit in Belgrado geweest. Daar hebben we geloof ik een half uur over de doodstraf gesproken. Ik dacht, nou, en over het waterbeheer heel mager, zeg maar, heel kort. Maar nou, als je dat dan uitlegt, de galg of... Dan waren ze heel tevreden. En, ik heb niet gehoord dat ze die nu hebben ingevoerd, maar zonder gekheid. Het is dus heel belangrijk waterbeheer in Nederland. Als je de doodstraf, de teerschouw, kent u waarschijnlijk ook wel ook zoiets. Als het DB van het waterschap, want vroeger was dat echt een bestuurstaak, schouw ging voeren. En ze kwamen bij een boer die zijn slootkanten niet goed had gemaaid en zo. Dan gingen ze naar de dichtstbijzijnde herberg en gingen ze zitten eten en drinken op kosten van de overtreder. En kennelijk was er sprake van een behoorlijk groot innempercentage van die bestuursleden waar ze daarop geselecteerd. Want die boer ging vervolgens meteen aan de slag en die kwam na een paar uur de kroeg inrennen van het is klaar. En dan ging men opnieuw kijken en dan was het goed. Teerschouw, ja, tegenwoordig hebben we de Algemene Wet Bestuursrecht en daar heb ik hem niet kunnen vinden, de teerschouw, maar... Mag allemaal niet meer. Maar het werkte wel heel goed. Ja, dit weet u misschien ook nog. En ja, het lijkt heel lang geleden, maar het is nog geen 10 jaar geleden. Dat Rutte 2 zei van, nou, die waterschappen kunnen we ook wel missen. We hebben zoveel overheid in Nederland, weg met die waterschappen. We schrappen ze uit de grondwet. Want dat moet dan eerst. We schalen ze verderop en dan stoppen we ze bij de... Nieuwe provincies, want die zouden ook moeten opschalen. Het zou dan regio's worden. En ja, dat stond zwart op wit in dat regeerakkoord. Ik zie die oktoberdag nog scherp voor me dat we dat regeerakkoord lazen. Nou, er werd geen taart besteld. Dat was echt een probleem. Stond er zwart op wit. Nou was het geluk dat we toen, en tegenwoordig zie je dat soms minder, een stevige minister van Verkeer en Waterstaat hadden. Milieu heet het misschien zelfs. Melanie Scholz van Hagen. En die was niet te beroerd om samen met Peter Glas, toenmalig voorzitter van de Unie, de OESO in Parijs te vragen om, doe nou eens een onderzoek naar dat Nederlandse waterbeheer, de organisatie daarvan. Laat nou eens weten daarover. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, dat ging eigenlijk dwars tegen het regeerakkoord in. Dus ik neem aan dat de minister van BZK toen, Ronald Plasterk,
niet heel happy was. Maar voor Melanie was dat geen enkel probleem. Dus dat onderzoek gebeurde. Ik ben er nauw bij betrokken geweest toen. En nou, toen kwam er 2014 dit mooie rapport. En Melanie stuurde dezelfde maartdag nog een brief van 6 kantjes aan de Kamer. En de boodschap daarvan was, ik ga lekker niks veranderen aan de organisatie van het Nederlandse Waterbeheer. Want wij zijn een global reference. Een voorbeeld voor de wereld. Dus dat is ook helemaal niet nodig. En sindsdien hebben we er eigenlijk nooit meer wat van gehoord. De dader lag op Kerkhof. Ik heb wel een idee wie die dader was, maar nee, het was meteen over. Vreemde ogen dwingen, eigenlijk heel gek, maar door dat rapport zei iedereen, ja, dat Nederlandse Waterbeheer, ook die Kamerleden die daarvoor nog hadden geroepen, die waterschappen moeten weg. Nee, het gaat eigenlijk heel goed. We zijn er trots op en die moeten vooral blijven. Dus ja, zo gaat dat soms. En vergis u niet, ik heb ook nog wel wat rapporten van de OESO, ook landenrapporten over Mexico, Brazilië, Argentinië, Tunesië, Jordanië gelezen, ook allemaal 300 pagina's in een bepaald soort Engels. En het Nederlandse rapport is echt een witte raaf. Echt een witte raaf. De woorden global reference zul je in geen van die andere rapporten tegenkomen. Want als die OESO dat niet vindt, dan schrijven ze het ook niet op. Zo werkt dat niet bij die OESO. Die werken met internationaal vermaarde peer reviewers en zo enzovoort. Dus die schrijven gewoon wat ze vinden. Dus dat Nederlandse rapport is echt een uitzondering. En ja, dat maakt het denk ik dubbel bijzonder. Nou, dan een paar conclusies. Nou, dus denk ook aan die institutionele waterstaatskant. Dat is toch ook echt een erfgoed. Wat je aan de hand van voorbeelden kunt illustreren. Daar is een mooi verhaal bij te maken. Dat moeten we gewoon doen. En dat model als zodanig, ja, ik ben een believer, ik ben erop gepromoveerd ooit. En dus u zult van mij geen ander verhaal verwachten. Maar ik heb ook een heleboel internationale ervaring. Ik kom regelmatig in het buitenland en neem van mij aan. En het begint al over de grens, of je naar het oosten gaat, het zuiden of naar Engeland. Het is helemaal waardeloos. Het is zo dichtbij. Het is echt een ramp. Die hele organisatie. En ja, je kunt er veel van zeggen, maar dat hebben we in Nederland toch redelijk voor elkaar. En dat mag best als erfgoed worden aangemerkt. En die buitenlanders zijn vooral, dus houden we dat vast, die buitenlanders zijn vooral geïnteresseerd in ons belastinggebied. De hele financiering van het Nederlandse Waterbeheer, dat er elk jaar, wat kost het Nederlandse Waterbeheer? 7,8 miljard euro per jaar. Alles bij elkaar, drinkwater, riolering, zuivering, dijken. 6,2 miljard komt binnen via de waterschappen, de gemeente en de drinkwaterprijs van de 10 waterbedrijven. Dus dat is, het is wel heel bijzonder. En dan leven we in een deltaland, eigenlijk opmerkelijk. Goed, daar wou ik het bij laten. Dank.